op stap met de nieuwe Mazda 2. Occasion dubbeltest, de Peugeot 407 versus de Nissan Primera. En aflevering 100 van de Achteruitkijkspiegel. Dag en welkom bij het Autoweekjournaal van dinsdag 11 november. Mazda is zo'n merk dat alles altijd net even anders doet dan de concurrentie. Terwijl iedereen bezig is met kleine turbomotoren, doet Mazda het met zijn zuinige Skyactiv techniek. Na de 6, de 3, de MX-5 is het nu de beurt aan de Benjamin van het stel, de nieuwe Mazda 2. Collega Roland toog naar Barcelona en ging hem van dichtbij bekijken. Op de autosalon van Genève eerder dit jaar presenteerde Mazda op hun stand de Hazumi Concept Car. Het was een vingeroefening voor de komst van de nieuwe 2. Nou, we zijn inmiddels een paar maanden verder en hier in Barcelona staat de nieuwe Mazda 2. Vandaag gaan we ermee kennis maken. Dit is nog een voorseriemodel. Maar toch is dit zoals die maart volgend jaar bij ons op de weg verschijnt. We weten nog niet heel veel details van de nieuwe Mazda 2, maar wat we al wel zeker weten is het motorenaanbod in Nederland. Hier zijn straks vier verschillende 1,5 liter motoren leverbaar. Drie benzines met 75, 90 en 105 pk. En één volledig nieuw ontwikkelde dieselmotor, ook 1,5 liter groot. Bijzonder daarbij is natuurlijk weer de typische aanpak die Mazda daarbij gebruikt onder de noemer Skyactiv. Alle drie die benzinemotoren die zijn zonder turbo, dus atmosferisch. Mazda is eigenlijk het enige merk dat dat op deze manier aanpakt en dat is best bijzonder. Mazda zegt zelf dat ze heel erg trots zijn op de toegenomen binnenruimte in de Mazda 2. De auto is iets groter geworden en een stuk volwassener van binnen. Dit is weliswaar de allerdikst uitgevoerde versie met een soort kunstleer op het dashboard. Dat kennen we al van de Mazda 3 en ook hier is mijn eerste indruk absoluut niet verkeerd. Hij is volwassener geworden. Het is een rustig, serieus, mooi vormgegeven interieur en als je het toch over volwassenheid hebt, heeft de Mazda 2 een in diepte, nou ja, moet ik even de microfoon loslaten, maar hij heeft een in diepte verstelbaar stuurwiel. En dat betekent dat je als langer persoon ook eindelijk goed in deze auto kunt zitten. Zelf zegt Mazda dat deze auto nu geschikt is voor chauffeurs tussen de 1,5 meter en 1,90 meter. Nou, ik zelf ben natuurlijk 2,04 meter, dus het gaat allemaal maar net. Ik zit wel met mijn schouder tegen de B-staal aan en ik moet zeggen, de stoelen zijn wat mij betreft nog steeds aan de kleine kant. Qua rijden is onze eerste indruk dat de nieuwe 2 nog steeds lekker wendbaar is, terwijl het veercomfort beter is dan bij de vorige generatie. De 2 stuurt scherp, reageert direct en heeft een kenmerkende speelsheid die we kennen van Mazda. De turboloze benzinemotor heeft echter wel wat aanmoediging nodig, of nodigt zo je wilt uit om met de auto te gaan stoeien. Je moet hem een beetje achter de broek aan zitten. En juist dat karakter is volgens Mazda een bewuste keuze. Compared to the other Japanese car makers and other car makers from around the world, Mazda has its very own approach. No downsizing, but right sizing. Why is that? So, because if we provide the vehicle such same as the other car brand, big car brand, like a Toyota and a VW, so no one want to buy our car. So that's why, so we want to provide a unique car. So you don't want to be a mainstream car maker? No. So basically, I like to have the customer who loves our vehicle. It's better to be different than to be big. Yeah, different is very important for us. In Autoweek 46 zetten we weer twee gebruikte auto's tegenover elkaar in de Occasion Dubbeltest. Deze week hebben we gekozen voor een Nissan Primera en een Peugeot 407. Twee benzinegestookte D-segmenters van een jaartje of 9 oud tussen de 4 en 5 mil. Niek, dat zijn twee forse auto's. Niet de jongste meer, maar nog wel in goede staat. Wie is er in de markt voor dit soort auto's? Ja, nou ja, in elk geval zie je bij dit soort auto's dat de diesels, die zijn al weg. Die zijn allemaal voor de export. En, iemand die 5 mil voor een occasion over heeft, die gaat natuurlijk vervolgens niet wegenbelasting betalen voor een diesel van 1,5 ton. Dus daar hou je inderdaad de benzineauto's over. Ja, wie zijn er in de markt? Ik denk toch wel dat het toch wel ideale gezinsauto's zijn. Het is wel, je zit wel aan hoge vaste lasten. Maar goed, daar staat tegenover dat de aanschafprijs best wel te doen is. Ja, want 5 mil voor een auto van een jaar of 10 oud. Ja, het is niet heel duur, maar ik vind het ook niet heel goedkoop.
in deze categorie is het een beetje arbitrair, hè? Wat je voor dat soort auto's kunt vragen. Ja, nou, ik heb niet gekeken op internet, maar ik wil wedden dat je ze ook voor de helft kan krijgen. Ja. Maar ja, dan moet je wel kijken, wat koop je dan, hè? Dan heb je een kilometerstand die in ieder geval twee keer zo hoog is. Misschien heeft zo'n auto wel 3 jaar geen onderhoud meer gehad, dus dat moet je ook allemaal eerst even wegwerken. Ja. En ja, van deze auto's neem ik dan aan dat ze wel tiptop in orde zijn en dat je hem koopt en vervolgens kan rijden weer tot het volgende beurtje. Ja, dus je moet je niet blind staren op alleen de prijs, want er zit natuurlijk nog veel meer achter. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Kijk, een auto met schade, met een hoge kilometerstand en een onderhoudsachterstand, die kost de helft. Oké. Nick, dankjewel. En wil je meer weten over de Peugeot 407 en Nissan Primera die we deze week in de Occasion Dubbeltest hebben? Koop dan Autoweek 46 vanaf woensdag in de winkel. 8 december 2012. Die datum gaat de boeken in als het debuut van de videorubriek De Achteruitkijkspiegel. Aanstaande zaterdag is het tijd voor aflevering nummer 100. Een kleine 2 jaar geleden begonnen we met De Achteruitkijkspiegel. In de eerste aflevering ging ik onder winterse omstandigheden met Roland op pad in een knalrode Ford Focus ST, destijds onderdeel van onze duurtestvloot. Het recept van De Achteruitkijkspiegel is simpel. Aan boord van een willekeurige auto, nieuw of gebruikt, nemen we de autoweek door die achter ons ligt. Cameraatje op de voorruit en karren maar. Lekker ongedwongen ouwe hoeren over auto's. Jongens onder elkaar, een mooie manier om het weekend af te trappen. Ja, en komende zaterdag staat dus aflevering 100 op de agenda. Natuurlijk hebben we daar zelf wel de nodige ideeën voor, maar mocht jij nu denken van nou, dat moet je echt een keer gaan doen in de Achteruitkijkspiegel, laat het ons weten en laat een reactie achter onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit Autoweekjournaal. Maar niet voordat ik je heb gewezen op de overige hoogtepunten uit Autoweek 46, die vanaf woensdag in de winkel ligt. De BMW 1-serie Sportcross. Een rijimpressie met een nieuwe Kia Sorento, een update uit onze duurtestgarage en een dikke vette dubbeltest met de Mercedes CLS AMG Shooting Brake en de Jaguar XF RS Sport Brake. Dat was hem. Nog een hele fijne week en tot aanstaande zaterdag in De Achteruitkijkspiegel nummer 100.